Volker Wessels komt weer terug naar de beurs en dat is goed nieuws. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Het is wel zo dat Dick Wessels een uitermate goede timing heeft met het naar de beurs brengen of van de beurs ophalen altijd. Om maar eens een paar voorbeelden te geven. Hij was een van degenen die een gedeelte van zijn vermogen heeft gemaakt met het belang in World Online op tijd te verkopen. Hij heeft ook zijn vermogen gemaakt door op het dieptepunt zijn eigen beursbedrijf Volker Wessels van de beurs af te halen. Toen de tijd de totale beurswaarde 677 miljoen. Nu komt het terug naar de beurs van 1,5 tot 2 miljard. Dus stevig aan de prijs voor een bouwer trouwens. 125 miljoen winst. Gemiddelde bouwer zoals BAM staat 10 keer de verwachte winst. En dan kom je dus nou, wat onder deze range uit. Maar ja, Volker Wessels is dan ook een hele goede bouwer. Ook operationeel heeft meneer Wessels altijd laten zien dat hij een uitermate goede neus heeft voor wanneer in de markt te zijn en wanneer niet. Iets wat je bij andere bouwers nog wel eens ziet dat ze daar grote fouten maken. Ook daar een mooi voorbeeld. Hij was de eerste bouwer die in Berlijn aanwezig was na het vallen van de muur. Maar ook de eerste die zich er weer uit terug heeft getrokken toen de rest al met de hele meute mee erin ging. En hij heeft er een hoop geld aan verdiend en de anderen hebben daar allemaal geld verloren. Oftewel, let wel op als je van Dick Wessels koopt, want hij is altijd de slimste belegger. En dat is wel een punt van waarschuwing voor mensen die in dit mooie bedrijf willen participeren. Desalniettemin, ik denk dat het een hele goede toevoeging is voor de beurs.